Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep & Tender videoblog. Vandaag gaan we het hebben over misschien wel de allerleukste boot in de 5 meter range. En dat is de Corsiva 500 Tender. En waarom is dit nou de leukste 5 meter boot of een boot rond de 5 meter? Er zijn natuurlijk heel veel boten rond de 5 meter. De Corsiva 25 is een hartstikke leuke boot. We hebben er nog veel meer. Maar dit is de enige in zijn soort met een bun. En de bun is dus eigenlijk gewoon een overkapping voor je motor. Normaal gesproken bij de Corsiva 25 gaat, ja, ik wijs daar naartoe omdat daar 25 staat. Maar dat zie je niet, want Bas die blijft gewoon naar mij. Hoi Bas! maar goed, hier, dus daar hangen ze los achter. Hier hebben ze het voor elkaar gekregen om in de bun te doen. Er kunnen motoren in ja, van 20 pk tot en met 60 pk. Dat dus. Nou, we hebben zojuist de motorbun open gedaan. Hier wordt dus motor geplaatst onder de klep. In dit geval een 30 pk. Kan dus tot en met 60 pk. Met de 60 pk hebben we al snelheden bereikt van 50 km per uur. Dat is een beetje afhankelijk van het merk van de motor, welke schroef je ook aan de motor zet. Wat wel een beetje tricky is, dat zeg ik nu alvast eventjes. Deze boten kunnen zowel kortstaartmotoren als langstaartmotoren in. Alleen moet die boot daar wel op gemaakt zijn. Dus vanuit de fabriek wordt die gemaakt of voor een kortstaart of voor een langstaart. Dus die heeft een andere spiegel. Voor een langstaart kunnen ze tot en met 20 pk. Dus als de boot gemaakt is voor een langstaart kan er max 20 pk in. Wil je dan ooit een motorwissel hebben, dan kan dat niet meer. Dus wat wij aanraden eigenlijk is hem altijd voor een kortstaart te bestellen. Dus ook al begin je met een 20 pk, dan kan hij nog een keer gewisseld worden naar een 60 pk kortstaart. Dus daar moet je eventjes rekening mee houden. Dus ook als jij een occasion koopt, hou daar rekening mee. Is hij met een 20 pk en denk je, oh, ik ga er wel eens een keer een andere motor in gooien. Check dan eventjes waarvoor die gebouwd is oorspronkelijk. Nou, waarom is een bun nou zo prettig? Nou, A, het staat leuk, want je ziet de motor niet in beeld. Hij is lekker ingepakt. B, het is geluidsvriendelijker. Hè, als de motor achter je zit, dan hoor je toch dat het motorgeluid. Dus heel veel mensen vinden het toch fijn om ja, minder geluid te hebben. Je kan die motorbun ook nog eens een keer helemaal isoleren. Is nog minder geluid, want ik zeg niet dat je hem helemaal niet hoort. Of wat we in dit geval hebben gedaan, dat is maar een klein kussen, maar dat isoleert toch ook een klein beetje. Nadeel van een bun is, het is ja, meer polyester, dus ook iets prijziger. Nou, een 5 meter boot met een bun is gewoon bijna niet te doen. Het heeft ook heel lang geduurd voordat deze op de markt kwam. Hiervoor hadden we de allerkleinste, was voor ons in ieder geval een Corsiva 570 of een Corsiva 595. Die hadden dan een bun. En er was veel vraag naar, zeker als je een kleine lichtplaats hebt. Ik wil wel een bunversie, maar is die kleiner te krijgen? Nou, eindelijk, na een aantal jaar hadden we hem dus. En de Corsiva heeft het voor elkaar gekregen, onder andere door een heel slank en rank console erin te zetten. Dus in plaats van zo'n kolossaal iets, hebben we dus nu gewoon een heel klein console erin. Dus dan heb je gewoon meer ruimte binnenin. Hij heeft ook geen gangborden, dus hij heeft ook daardoor meer ruimte binnenin. En een klein zwemplateautje. Waarom heb je een boot? Om heerlijk te ontspannen en lekker met je vrienden te zijn of lekker met z'n tweetjes te zijn. En af en toe lekker picknicken op je boot of een glaasje wijn, water te hebben. En dat kan ook hierin. Net als alle Corsiva's kan je van het, nou ja, hier heb je de rondzit voor. Kan je hier planken tussen leggen en kan je er een bed van maken. Maar een van die planken is ook zo
gemaakt dat je er een tafel van kan maken. Dus er zit ook een tafelpoot zit erbij. En dan kan je hier lekker je nootjes en je hapjes en zo opzetten. Deze plank, en daar haal je dus het pootje tussenuit. En die draai je een slag, die leg je dus hier tussen. Dus je hebt ook geen gebrek aan opbergruimte. Een kleinere boot heeft toch ook altijd wat minder opbergruimte dan een grotere boot. Maar als je deze plank al gebruikt, hoef je die, tenminste als tafel, hoef je die dus niet op te ruimen. Het hele zonnebed kan gewoon opgeruimd worden in de achterbank. Dus alles kan je gewoon kwijt. Wat ook heel handig is, en dat heeft de Corsica 595 heeft dat ook, is dat deze boot geen kleppen heeft in, bij de opbergvakken. Maar er zitten gewoon, standaard zitten er gewoon gaten in, dus je hoeft niet met je hoofd de klep omhoog te houden. Want het kussen zelf is voorzien van een heel harde onderkant. Dus dat is eigenlijk al de klep. Dus haal je het kussen weg, heb je gelijk al het opbergpak... ik heb geen joker meer. Opbergvak te pakken. En er zijn nog meer opbergvakken. Dus aan beide kanten voorin heb je opbergvakken en voorin heb je een opbergvak. En uiteraard onder de bestuurdersstoel. Als je nog meer wilt chillen, kan je gewoon lekker op een meer gaan liggen. Ankertje uit en lekker dobberen op het water. En dan heb je hier ook een heel groot ankerluik. Mocht je dat eigenlijk nooit gebruiken, dan... kan je hier gewoon natuurlijk ook spullen opbergen. Ik zeg altijd gewoon lekker ijs volgooien met ijsklontjes en dan je blikjes cola erin gooien. Maar heel eerlijk gezegd, een anker zou ik toch altijd wel meenemen. En waarom? Stel je krijgt iets in je schroef en je motor doet het niet meer, dus je kan niet meer sturen. En je drijft af, dan is het altijd wel fijn om een anker bij de hand te hebben, zodat je jezelf vast kan leggen voordat je het riet ingestuurd wordt. En dan de bekleding. Standaard wordt die uitgevoerd met diamanten. Dus dat mooie ademende stof. Diamanten kan je hebben met dat dit helemaal glad is. Heel veel mensen kiezen er toch voor om een ruitje in de stof te maken. Om het toch eventjes leuk te breken. Dat is wel een meerprijs. Dus mocht je het niet nodig vinden, lekker niet doen, kan je er weer andere accessoires voor kopen. Corsica, hij levert het trouwens in heel veel kleuren. We hebben even een scala aan kleuren. Wees er dan wel op tijd bij, want... Ja, kussenset maken, dat duurt wel even een paar maanden, vaak. Corsica heeft er ook altijd een heel leuk tasje bij. In ieder geval bij de Corsica 500 ook. En dat tasje, dat maken we dan ergens in de boot. Dat is altijd handig voor je sleutels of je telefoon. Zeker voor de bestuurder, zit je er niet op en raak je het niet kwijt. Nou, het is dus een boot van 5 meter. Ik zal gelijk ook even die afmetingen doorgeven, want die ben ik natuurlijk weer vergeten te zeggen. 5 meter lang, 2,15 meter breed. Het is natuurlijk een wat kleinere boot, dus je kan hier niet bij verwachten dat hij een enorm zwemplateau heeft, want dan zou het ten koste gaan van zijn binnenruimte. Dus ja, heel erg lekker hierachter zitten doet het niet. Maar het is wel mogelijk om die zwemtrap te plaatsen. Let op, een zwemtrap is echt verplicht, zelfs met boten met een zwemplateau. Dus ook al kan je hier op zich best wel je erin, hoe zeg je dat, hijsen, niet iedereen kan dat. Dus, en het moet ook voor mensen van 80 kilo of 120 kilo of nog meer koekjes gegeten. Dat is heel onaardig wat ik nou zeg. In ieder geval, iedereen moet erin kunnen komen. Maar een zwemtrap plaatsen is dus gewoon mogelijk op dit ding. Ik moest nog meer vertellen, Bas. Trailerbaar. Heel makkelijk trailerbaar. Door zijn lengte en gewicht. Hij is niet al te zwaar, dus trailer is ook heel makkelijk. Dat was hem volgens mij. Dat was hetgene wat ik wilde vertellen. En natuurlijk kunnen we nog veel meer vertellen. Maar kom dan gewoon eventjes bij ons langs. Dit was het einde van deze Sloep & Tender videoblog. Geef hem een like. Abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan, moet je ook hier ergens doen. Deze arm doet het niet meer. Daar doen. Geef even je commentaar eronder. Oh, ik wil nog één ding zeggen. Kom even mee. We hebben namelijk nog een leuk dingetje.
We hebben nog een prijsvraag. Wat zit hieronder? Welke boot en welk boottype zit hieronder? Dat laten we in december gaan we een prijswinnaar bekendmaken. Namelijk, als jij je commentaar hieronder geeft, jij raadt wie het is, welke boot het is, dan gaan we daaronder gaan we een leuke prijs verdelen. Dan krijg je een heel mooi sierkussens met leuke teksten erop. Dus dat was hem. Heel fijn weekend en tot volgende week.